beste kneuters en kneuterinnen van Kneutergat en den Distelberg. We zijn hier vanavond bij elkaar om getuige te zijn van het onechte huwelijk van ons 30ste boerenbruidspaar. Mijn stage bij de gemeente is verlengd. Het is voor mij daarom een grote eer om de lokale burgemeester te mogen vervangen, omdat deze op vakantie is, om deze twee trouwe Kneutergatse carnavalvierders in de onecht te verbinden. Met heel veel genoegen kijk ik naar dit mooie stel dat hier voor ons zit. De bruid. Winneke van Joop en Tetje van den Distelberg. Tot vanavond en na vanavond. Samenwonend met Bert-Jan in Kruikenstad. Maar haar eigen dorp is ze niet vergeten. Ze is nog heel vaak te vinden op den Distelberg. En de helft van de tijd slaapt ze daar ook. De bruidegom. Piet van Toontje van den Distelberg. Van Tienes de Jager. Tot vanavond en na vanavond samenwonend met Franka hier in Kneutergat. Van den Distelberg gekomen, verhuisd naar de Nieuwe Wijk op loopafstand van het wapen. Welkom ook, wederzijdse ouders, broers, zussen en de getuigen. Wat zullen jullie blij zijn dat de kneuters deze blind date voor elkaar gekregen hebben. Beste Winneke, door de week werkte gij met veel plezier bij Rode Sana in Skom Oregat. Maar ook in uw vrije tijd ben gij een bezig bijtje. Vanaf de oprichting lid van CV Heddenogwa en getreed ook al 10 jaar lang op bij Tom Praten. Eerst met de Candy Girls en later met CV Dans Nogwa. Zo jong en al zoveel in uw mars. Beste Pieter. Overdag zitten gij regelmatig in de stront. Of eigenlijk in de shit. Zoals je daar het afgelopen jaar over de hele wereld in jouw vakjargon verspreid hebt. Want niet om het een of ander. Maar voor iemand die niet van vakantie houdt. Amerika, Colombia, Aruba, Curaçao, Bahama's. Ik zou ook zeggen dat ik er niks om gaf. Dan kon het tenminste nog ergens, of niet? Mooi man. Beste lui. Een mooi stel. Helemaal rijk voor deze trouwpartij. We gaan het nou in gang zetten. En ik wil jullie vragen te gaan staan. Winneke. Neemde gij tot jouw onwettige echtgenoot, Pieter. En zulde gij alles doen wat mogelijk is. Hier kunt u toch maar één ding op zeggen. Ja. Dat is al op de helft. Pieter, neemde gij tot jouw onwettige echtgenoot Winneke. En zulde gij ook alles doen wat je kunt beloven. Hier kunt gij toch ook maar één ding op zeggen. Ja, dat wil ik wel doen. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Kneutergat dat ik jullie in de onecht heb verbonden. Jullie mogen nou de ringen bij elkaar omschrijven. Die heeft Bert en elkaar een kusje gegeven. Thank you.
geen zuinig op winneken. Geniet van jullie feestje. De coronaatjes zullen moeten wachten tot de volgende kroeg. Maar dat geeft niks. Het bier van Theo is ook goed te hebben. En Winneke, ik hoor graag nog of Toetie de cadeau nog heeft aangepast. Of dat nog steeds hetzelfde is als ze 3 maanden geleden in de kofferbak had liggen. Het zit erop. Of Winneke, heb je nog wat? Dan zou ik zeggen, dans nog wat. Je mag er gerust van uitgaan dat Pieter er vanavond niet mee nokt. Geniet en maak er een mooie avond van. Hey, hey.